Show. Welkom allemaal bij een nieuw verhaal. We waren bij Durbuy geweest dit weekend en het was zo leuk. De grotten daar waren heel mooi. Oh, daar een zoontje! Ja, Louisa. Ja, het was echt de moeite waard. Kijk, daar was de ingang en daar gingen we met een bootje onder in de grotten. Oh, dat lijkt wel een leuke restaurant. Ja, het was een romantisch etentje. Ja, dat zie ik. Oh, wat een fijne dag. Wauw, zusje Vos, jij en Romeo Vos hebben een prachtige dag gehad. Ah, het ziet er allemaal zo heerlijk uit. Maar ik versta toch niet, Louisa. Ik had je genodigd om mee te gaan met ons. Als je het allemaal zo super vindt, waarom ben je dan niet meegegaan? Oh, zie je. Ik wou jou en Romeo niet storen. En gewoon rustig als koppeltje laten gaan, hè? Mij maak je niets wijs, Louisa. Jij was gewoon bang van die diepe, donkere grotten. Niet eens. Wel eens. Niet. Wel. Hou op, jullie twee. Zeg eens eerlijk, Louisa. Heb je ergens nog een vrees? Ja, ik heb nog steeds hoogtevrees. Ik weet wel dat ik één keer van die kabelbaan ben gegaan daar bij Nathalie. Maar, ik heb mijn hoogtevrees nog niet kunnen overwinnen, hoor. Het is gewoon vreselijk. Maar het waren toch grotten? Wel, grotten zijn diep. En als je dus met andere woorden daar boven staat en naar beneden kijkt, dan is het hoog! Je hebt wel gelijk, ja. Wij gaan je helpen om je hoogtevrees te overwinnen. Maar hoe? Wel, ik heb onlangs een heel interessant artikel gelezen, waarin handige tips stonden hoe om je hoogtevrees te overwinnen. Ja. Wil je meedoen? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Tip nummer 1. Erken dat je hoogtevrees hebt. Ja, dat heb je al gedaan. Tip nummer 2. Heb je een traumatische ervaring gehad waardoor je hoogtevrees hebt? Ja, ik had een kauwgom ingeslikt. En mijn broer die maakte mij bang dat mijn maag aan elkaar ging plakken. Dat heeft toch niets met hoogtevrees te maken? Volgende tip. Sta op een hoogte en haal diep adem. Sta maar op tafel, Louisa. Ja, niet die tafel, hè. De tafel achter je. Geduld, broertje. Trapje voor trapje staat er bij de tips. Ja, zie je wel? Goed, rustig. Pijt mijn neus niet af, hè? Ham! Oh. Heel goed, Louisa. Trap je hoger. Niet naar onder kijken. Blijf eerst rustig voor je kijken. Goed zo, blijf heel ontspannen, denk aan iets vrolijks en kijk nu rustig naar onder. Broertje Vos, zet die zetels terug, nu dadelijk. Blijf ademen, Louisa, blijf ademen. Het begint al beter te gaan. Ja, het helpt. Kijk, ik sta op de tafel, ik sta op de tafel. Ik voel me goed. De volgende dagen oefent Louisa flink. Ze staat op hoogtes wat ze anders nooit had gedurfd. Ze moet wel een paar keer heel diep ademhalen en slikken, maar toch komt alles weer goed. De hoogtes worden al maar hoger en hoger.
Maar toch blijft Louisa sterk staan. Ik begin het te overwinnen. Ik voel het. Ja, jij ja, het raakt al beter. Joepie, ik begin het te overwinnen. Joepie. Ah, amai Nathalie. Je ziet er zo chic uit. Moet je ergens heen? Ja, ik moet naar een receptie gaan. Oh, lekker eten en drinken. Ja, het gaat echt leuk worden. Ja, mag ik niet meegaan? Nee, nee. Wij zijn hier met een missie. Namelijk om bungee te jumpen. Ja, maar ik zou liever mee naar die receptie gaan. Doe, Nathalie. Ah, ik denk dat je maar deze keer naar zusje Vos moet luisteren, hoor. Je moet je hoogtevrees overwinnen. Dit is je laatste proef. Oh. Oké, als het dan echt moet. Dus mogen we jouw gang gebruiken? Ja, ga je gang in de gang maar hoor. Ja, in de gang. Oké, maar ik moet nu echt gaan. Dag. Dag. Het is toch wel heel erg hoog, hè? Ja, hoger dan ik dacht. Ja. Kom jongens, we moeten ons sterk houden. Wat hebben we ook weer allemaal geleerd? Niets, Louisa. Goed, kom Louisa, mooi denken. Oké, kom Louisa, doe wat je geleerd hebt. Kijk eerst voor je in de verte. Word rustig door diep in en uit te ademen. Daar gaan we dan! Hoe bedoel je, daar gaan we dan? Hé, pangbroeken, ik ga springen! Louisa, ben je oké? Ja. Ja hoor, en het is leuk! Joepie! Haha, hoppadee! Wauw! Oh, ik ben geslaagd in mijn proef. Nu is het jullie beurt. Dan zal ik maar volgende gaan, zeker? Dit is toch wel heel... Hallo, is hier iemand? Hallo, Nathalie. Zusje Vos. Toch maar akelig hoor. Oh. Amai. Jo, amai, de elastiek is gebroken. Ja. Je hebt me gered. Ja, dank u wel. Ja, je bent echt een redder. Anders was ik nu een platte vos. Hey, ik wil ook een knuffel.